Dit keer wat info rond zwart-wit fotografie. Het is zo, als je een opleiding fotografie volgt, dan is het vaak, zeker als je de masteropleiding volgt, dan is het zo dat je start in zwart-wit, dus met zwart-wit fotografie. En dat je, in onze tijd was dat zelf pas na het eerste jaar, echt met kleur begint werken. En dat heeft een heel specifieke reden. Het is zo, als je in zwart-wit fotografeert, dan heeft dat als grote voordeel dat je eigenlijk een aantal zaken uit je beeld, en dan heb ik het vooral over kleuren en contrasten en kleuren, dat je die zaken uit je beeld haalt, waardoor dat je veel meer geïsoleerd kunt kijken naar licht en contrast tussen zwart en wit, contrast tussen veel en weinig licht. Nu, los daarvan is het ook zo dat je, als je analoog werkt, in de doka, het printen van, dus ja, de ontwikkeling van film, zwart-wit of kleur heeft weinig verschil. Wel, buiten natuurlijk de producten die je gebruikt. Maar als je de foto dan met een projector op fotopapier wilt ontwikkelen, afdrukken, projecteren, is het zo dat je met zwart-wit heel eenvoudig kunt, door de andere filters in te steken, heel gemakkelijk het contrast kunt optrekken of naar beneden halen. Je kunt ook heel gemakkelijk licht gaan tegenhouden, licht gaan doorlaten en dergelijke meer. Door die kleur daaruit te trekken of daaruit weg te laten, je veel beter kunt concentreren op licht. En dat is zeker belangrijk, omdat een foto wordt eigenlijk, die staat en valt bij, die wordt eigenlijk gemaakt op basis van licht. En een foto is goed of slecht op basis van de kwaliteit van het licht. Je hebt verschillende soorten licht. Ik ga nu snel ook mijn scherm delen. Dan kan ik hier dan kan ik hier in het groot ook een afbeelding laten zien. Voilà, bij deze ben ik mijn scherm aan het delen. Ik heb hier, in een van mijn eerdere opnamen had ik deze foto al, of deze twee foto's al naar boven gebracht. Dus het is een opname van mijn hond, Alisa, Dalmatier. Ik zou bijna durven zeggen een dwergdalmatier. Die zijn alle twee gemaakt met Hasselblad zwart-wit film T-Max 400, dus ISO 400 film. En juist doordat er hier geen kleur is, dus in werkelijkheid, die zetels zijn nu al bruin in werkelijkheid, maar bijvoorbeeld die kussens die in de zetel liggen hier, die zijn, als ik, ja, die veranderen nu en dan van kleur, omdat mijn vriendin graag met stof werkt en die maakt een andere hoezen. Dus ik denk dat ze nu rood zijn, de kussens. En rood is een kleur die heel opvallend is, die heel veel aandacht vraagt. Dus dan heb je het risico dat je gewoon door hier op de achtergrond een rood kussen in een zetel te hebben liggen, dat je eigenlijk de aandacht van het eigenlijk onderwerp, de hond hier natuurlijk, naar dat kussen getrokken wordt. En juist doordat we nu in zwart-wit werken, hebben we dat probleem niet. En ook zie je heel goed hier dat het licht hier op de rand van de hond ligt. En hier ook op de rand. Dus het licht komt heel duidelijk van links. De achtergrond is heel donker, iets te donker in dit geval hier. Dus iets, ja, dit is een zwarte schoorsteen, dat is effectief zwart. Maar dit is bruin, dit zou eigenlijk iets meer detail mogen weergeven. Hier zie je bijvoorbeeld in de linkse foto iets meer detail, iets beter qua belichting. En ik denk, ja, dus het voornaamste hier is dat al het wit van de hond, wat eigenlijk de locaties waar er geen vlekken zijn, en het zwart van de hond, de vlekken. Het zwart is allemaal zwart, hoewel zelfs hier heb je, juist door de omstandigheden van het licht, is dit zwart zelfs iets lichter dan dit zwart vlekje. Maar op het wit is het veel duidelijker het verschil. Heb je hier, dit is wit, maar ondanks dat dit gewoon wit is het wel een volledig andere kleur, of een ander type wit, meer naar het grijs toe, dan dit wit, wat eigenlijk fel belicht is. Dus dit wit gaat meer richting de realiteit. Nu, als je kan, dus de gemakkelijkste manier om in zwart-wit te fotograferen is uiteraard een zwart-wit filmpje in een analoge camera en dat laten ontwikkelen. Een alternatief is vaak werken met instellingen op je camera. Ik heb hier nu mijn Nikon D610 met de Sigma 50 mm lens op. En dan zie je, ik hoop dat de menu zichtbaar zal zijn, maar hij kan. Ik werk sowieso altijd in RAW. Dus dat betekent, als je hier de beeldkwaliteit, de opname
is in feite een RAW opname. Hier van boven in het menu, dat zal duidelijker zijn. Zie je, wacht hoor, ik zal mij even iets beter opstellen. Dus normaal kunnen we hier wel volgen, denk ik. Dan zie je hier, RAW is in feite dat ik mijn opname niet in JPEG maak. Wel, in mijn geval maak ik zowel JPEG als RAW opname. Maar als je een RAW fotografeert, dan heb je als grote voordeel dat al je instellingen die je maakt op je foto eigenlijk niet van belang zijn. Want als je dan je RAW in je computer oplaadt, kan je al die instellingen wijzigen en ongedaan maken. Dus in ons geval nu is dat van belang, want we gaan nu als instelling kiezen om al onze foto's in zwart-wit op te nemen. Dus dat betekent dat elke foto die op het scherm verschijnt eigenlijk al meteen zwart-wit zal zijn. Maar dat betekent niet dat wij nooit meer een kleurfoto kunnen bekomen daarvan. Want we hebben onze RAW-opname. En daar kunnen we die aanpassing altijd opnieuw instellen naar een ander profiel. Hadden we nu enkel JPEGs opgeslaan, dan hadden we wel in combinatie met die verwerking naar zwart-wit, enkel nog zwart-wit opname. Maar we gaan dus naar RAW-opname. Dus ik open gewoon de menu. De eerste optie hier. Dus ik kan, dan zie je hier het camera-icoontje, dat is Nikon specifiek natuurlijk. Hè. En daar kan je dan een aantal instellingen doen. Nu op deze camera heb je eigenlijk voor de meeste instellingen ook een knop. Of een van de knoppen die de functie aanbiedt. En dan kan ik, in mijn geval kan ik nu bijvoorbeeld, ik wil het profiel aanpassen. Het profiel is puur de manier waarop dat de foto die genomen wordt omgezet naar een JPEG-file. Als ik hier nu deze knop selecteer, dan zie ik hier de mogelijke profielen. Ik kan een eigen profiel maken of ik kan gaan voor het standaard profiel. Neutraal profiel. Neutraal profiel gaat minder uw foto proberen optimaliseren. Dus gaat meer een foto krijgen die minder bewerkt is. Vivid gaat de kleuren heel sterk optrekken. Monochroom is hetgeen wat we nu willen, dat we dus een zwarte opname, een zwart-witte opname krijgen. Portret en landschap zijn dan weer specifiek voor portret en landschap. Als ik nu hier monochroom selecteer, dan komen we terug in de menu terecht. Dit is een menu die je anders te zien krijgt. Hè. Dus dan kun je hier naar het cameraatje en dan picture control. Bij Nikon is dat picture control. Als ik nu een opname maak, dan ga je zien, ja, als ik de belichting ook nog goed zet. Dan zie je, als ik nu die foto afspeel, dan zie je dat een zwart-wit opname is die ik gemaakt heb. En je zal ook, als ik die computer inlaat, als ik die foto inlaat op de computer, zal er ook een zwart-wit opname zijn. De JPEG-file die weggeschreven is een zwart-wit opname. Daar zit geen kleurinformatie meer in, dus daar is de kleur verdwenen. Maar zoals ik zei, omdat je een RAW foto opgenomen hebt ook, kan je die foto achteraf wel op de computer gewoon door in Capture NX, het programma wat we eerder al besproken hadden, door daar gewoon uw profiel van monochroom terug naar standaard te verplaatsen, wordt dan diezelfde foto opnieuw in kleuren weergegeven. Dus al uw kleurinformatie die is er wel, maar omdat we nu in monochroom werken, is die niet zichtbaar. Dus dat laat ons toe van, ondanks dat we een digitale camera gebruiken, en eigenlijk kleuropname maken om toch een workflow te hebben die zwart-wit is. Dus we zijn opname aan het maken. En elke opname die we maken, die verschijnt in zwart-wit. Die zien we in zwart-wit op de computer zonder dat we daar verder aan werken. Dus we hebben een volledige zwart-witte workflow. En dat is een zeer interessante workflow om te leren fotograferen. Juist omdat je daarmee echt leert kijken.